In de video van vandaag laat ik zien wat mijn werkroutine is als ik vanuit huis aan school zit of werkgerelateerde taken moet uitvoeren. Dus mocht je benieuwd zijn hoe ik productief aan de slag ga, kijk dan vooral verder. Als allereerst zorg ik ervoor dat mijn bureau helemaal opgeruimd is en dat er geen afleidende elementen op staan. Vervolgens vul ik mijn fles met water en als deze fles gedurende de dag leeg is, vul ik hem natuurlijk weer opnieuw. En vaak neem ik ook een snack of maak ik een snack klaar, maar 9 van de 10 keer heb ik daar niet zoveel zin in, net zoals vandaag. Ik ken mezelf onderhand wel, als ik eenmaal lekker bezig ben en lekker mijn to-do-lijst aan het afwerken ben, is er een grote kans dat ik vergeet te eten of dat ik helemaal geen zin heb om eten klaar te maken, omdat ik gewoon lekker in de flow zit. En vandaar dat op zulke momenten Y-food heel erg goed van pas komt. Ik zal het even bijpakken. We hebben hier maaltijdvervangers van Y-food dus. En ik heb hier 2 van mijn favoriete smaken. Namelijk chocola en cold brew koffie. Dit ga ik zo op mijn bureau zetten voor het geval dat ik straks trek krijg. En zo erg in mijn flow zit dat ik gewoon geen zin hebben om naar de keuken te gaan. En wat misschien ook leuk om te delen, ze hebben nu naast die maaltijdshakes, hebben ze ook poeder. Ik moet het niet laten vallen. Hier heb ik een aantal smaken. Dit poeder doe je in een shaker met water. Dat schud je vervolgens. En dan heb je ook je maaltijdshake. Voorheen was ik totaal geen fan van zulke maaltijdvervangers. Ik was er nooit echt positief over. Laten we het daarop houden. Maar sinds dat ik dit gebruik, ben ik helemaal fan. Dus mocht je nog op zoek zijn naar een gemaksproduct omtrent voeding, dan raad ik je dit zeker aan. Ik zal een linkje van Y-food hieronder in de beschrijving zetten. Mocht je zelf nieuwsgierig zijn naar de smaken. Oké, nu moet ik een keuze maken. Waar heb ik het meest zin in? Ik weet het niet. Ik ga het denk ik ook bij gewoon mijn bureau zetten. Dan wordt het tijd om mijn planning voor de dag te maken. Het ligt heel erg aan de dag wat er gedaan moet worden. Vandaag moet ik toevallig heel veel dingen op de computer doen, zoals mails beantwoorden, social media posts maken en bewerken. Maar er zijn ook dagen dat ik bijvoorbeeld alleen maar aan het filmen of fotograferen ben. Maar ja, dit is echt een computerdagje vandaag. Soms heb ik de avond van tevoren al een planning gemaakt voor de hele dag. Maar vandaag is het een beetje anders gelopen. Dus ik ga nu een planning maken met de taken die ik vandaag gedaan wil hebben. Ik heb mijn algemene to-do-lijst klaar. Normaal gesproken maak ik een planning dat onderverdeeld is in de ochtend, middag en avond. Alleen ik start mijn dag wat later vandaag. Dus dat is niet helemaal relevant. En ik wil eigenlijk alleen nu in de middag aan het werk zijn en niet in de avond. Dus vandaar dat het eigenlijk alleen een middagplanning zal zijn. En wat ik er ook nog even bij wil schrijven is de tijd. Als in hoe lang ik er ongeveer mee bezig denk te zijn. Zodat ik ongeveer weet hoe laat ik ongeveer klaar zal zijn met mijn to-do-lijst. Want door dit te doen krijg ik veel meer motivatie om een taak uit te voeren dan dat ik alleen zie staan van ik moet dit doen, maar ik heb eigenlijk geen idee hoe lang ik ermee bezig zal zijn. Dus ja, hier ben ik vandaag wel mee zoet. Dus laten we maar van start gaan. Wat misschien ook goed is om te vermelden is dat ik soms achter mijn desktop werk. En er zijn ook momenten dat ik achter mijn laptop werk. De reden waarom ik eigenlijk een desktop en een laptop heb is omdat dit veel praktischer is als ik buiten de deur dingen moet doen. Maar ja, nu in tijden van corona ben ik alleen maar thuis. Dus ik wissel heel vaak af als ik ook een keertje in de woonkamer wil zitten, dan neem ik niet mijn hele desktop mee, maar dan mijn laptop. Dus het ligt er eerder aan waar ik op dat moment zin in heb.
En ik gebruik natuurlijk ook mijn telefoon. Dus een grote kans dat je mij in deze video met 3 verschillende apparaten ziet werken. Het ligt eraan wat er gedaan moet worden. Ik denk dat ik ga beginnen met het plannen van mijn Instagram feed. Want ik werk altijd wel vooruit. Ook als ik samenwerkingen heb met merken, wil ik er wel voor zorgen dat het leuk in mijn feed eruit ziet. En dat er niet te veel samenwerkingen achter elkaar worden geüpload. Want dat vind ik ook eigenlijk too much. Dus ik ga eerst even mijn content plannen. Want dat moet ook gebeuren. Als ik daar tevreden mee ben en dat heb gedaan, dan ga ik verder met mijn volgende taak. Maar eerst gaan we mijn feed voor de aankomende tijd inplannen. Ik ben klaar voor vandaag. Ik heb er bewust voor gekozen om niet inhoudelijk mijn taken met jullie te delen vanwege privacy van mijn opdrachtgevers. Maar ik kan je wel zeggen dat al mijn werk op mijn computer of telefoon uitgevoerd moet worden. En soms als ik content moet maken, heb ik mijn camera er ook bij. Maar vandaag stond dat niet op de planning. Dus alles was gewoon, alles wat ik moest uitvoeren, moest hierop gebeuren. Misschien heeft deze video jou ook geholpen om productief aan het werk te gaan. En ik zou ook graag willen weten of er behoefte is aan een real-time work with me, study with me video. Dat houdt in dat ik mijn camera op één punt neerzet en eigenlijk niet erin ga knippen. En dat je als het ware samen met mij aan het werk kan gaan. Een soort van real-time motivatie video. Ik ben benieuwd of je dat leuk vindt. En zo ja, laat het dan vooral weten. Zo nee dan. Kan ik dat ook begrijpen, maar ja, ik vraag me af of daar behoefte aan is. En mocht je meer van mij willen zien, dan kun je me natuurlijk ook volgen op Instagram. Ik zal een linkje hieronder in de beschrijving zetten. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei!